Dag dames en heren, het is volop winter in Nederland. De temperaturen gaan zelfs de komende dagen nog wat omlaag. De sneeuw die er ligt, die blijft liggen en staat er nu nog veel wind waardoor veel wateren nog steeds gewoon helemaal open zijn. Aan de randen zien we al wat ijspegels ontstaan en de komende dagen gaat de aangroei van ijs heel erg snel. Er valt nu nog wat neerslag. De neerslagradar in Den Helder die pakte eerst nog de neerslag op ten noorden van de Waddeneilanden, maar de radar had kuren. Dus dat verdwijnt, maar vanuit Duitsland ziet de radar in Herwijnen wel de neerslag aankomen. En dat betekent dat we vandaag toch nog wel wat sneeuw, lichte sneeuw overigens vanuit Duitsland over ons land zien schuiven. Er is sowieso heel veel bewolking aanwezig, maar morgen dan lijkt het erop dat een deel van die bewolking gaat oplossen. Voor vandaag dus veel bewolking. Laatstelijk nog een beetje sneeuw of motsneeuw. Die opklaring in het noorden daar, dat is misschien iets te positief. In ieder geval op de waddeneilanden eilanden min 2. In het binnenland zo'n min 5 graden. En door de stevige oostenwind voelt het allemaal nog een stuk kouder aan. Vanavond valt er nog steeds plaatselijk een beetje lichte sneeuw. Maar vannacht is het op de meeste plaatsen droog. En dan gaat het ook nog wel een stuk verder afkoelen. Met bij opklaringen in vooral het oosten van het land temperaturen van min 10. Misschien wel lager dan min 10. En morgen? Dan breekt in de loop van de middag zo her en der de zon door. In het noorden van het land kan nog een enkele sneeuwbui vallen. En opnieuw liggen de temperaturen in het hele land onder het vriespunt. Er staat wel wat minder wind... Uiteraard uit een oostelijke richting. De komende dagen gaat die wind verder afnemen. Het klaart vaker op. En dat betekent dat met het zonnetje overdag het er heel vriendelijk uitziet. Maar met nachtelijke opklaringen wordt het heel erg koud. We krijgen deze week op heel veel plaatsen strenge, ja misschien wel zeer strenge vorst. Tot later vandaag.